President Chandrika Prasad Santokhi maakt zich zorgen om de ontwikkelingen met betrekking tot de wisselkoersen. Via zijn Facebookpagina zegt het staatshoofd maatregelen te treffen om de situatie beheersbaar te maken. De retentieregeling van 35% gaat per vandaag in en moet de druk op de US-dollar doen afnemen. Santokhi zegt te hebben gesproken met de Centrale Bank van Suriname en andere actoren binnen de financiële sector. Tot nu toe zijn er goede gesprekken gevoerd met onder andere het IMF, de IDB en de secretaris-generaal van de OAS, bericht het staatshoofd. Het IMF heeft inmiddels ingestemd om te starten met heronderhandelingen over het herstelprogramma. Ook vicepresident Ronnie Brunswijk heeft in het weekend aangegeven zich te storen aan de steeds stijgende koers en heeft beloofd morgen maatregelen te zullen treffen om de koers te laten droppen als de belanghebbende instanties er zelf geen werk van maken.